Te weinig doelgericht balbezit krijgt. En dat je voorwaarts ook nooit in de wedstrijd kunnen komen. Misschien dan met één geniale bal. Nu aan de linkerkant van het veld, Deli Blind. Het is Robben die de bal misschien vraagt. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er erin! Ja! Het is 1-1! Het is 1-1, wat een wereldgoal! Deli Blind! Deli Blind! En het is geen geintje natuurlijk! Het is gewoon 1-1! Wat een ongelofelijke lekkere goal! Robin van Persie! Nu via Sneijder en aan de linkerkant Blind. Blind naar Robben. Naar Robben. Neem aanraden en schieten. En schieten. Kappen schieten. Ja! 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 Arjen Robben zet het Nederlands aan goal. De 2-1 voorsprong. Wat een geweldige actie van Robben. De mensen die het verschil moeten maken, maken vandaag het verschil. In de eerste helft van Persie. En nu dus Arjen Robben. Oranje. Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Is het mooi zeg, niet te geloven. Onvoorstelbaar. Arjen. Oftewel, Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen. Vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat erbij. Gaat hij erin? Gaat hij erin? Stefan de Vrij. Stefan de Vrij maakte. De man die de stimmel was in de eerste helft. Staat nu bij de tweede paal. En schiet die bal binnen. Stefan de Vrij. Hij met dat strakke koppie voor die wedstrijd. Hij maakt die goal. Wat is dit leuk. Stefan de Vrij, de 3-1. Sneijder met de goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen met Robben. Robben loopt Sergio Ramos eruit. Terwijl Casillas moet komen, maar die komt niet. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo'n dag? Ja! Het is zo'n dag! Het is zo'n dag! Het is zo'n dag! Het is 5-1! Het is niet te geloven! Het zijn mensen die aan de andere kant worden weggezet. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Dan komt ook die man in het geel met de rugnummer op zijn achterkant eruit. Die kan er ook zijn spullen doen. En die vandaag nog niet zijn beste zo heeft gespeeld. Het is me vaker gelukt. Kom weg. Staat iedereen erop? Nee.